Dag Bart, proficiat met je finale plaats voor Mr. G. Vlaanderen 2015. Wie is jouw allergrootste idool? Mijn allergrootste idool, als ik een keuze moet maken, Evgeny. Dat is een van de betere mannelijke paaldansers. En door hem bezig te zien in video's en op wedstrijden op YouTube, heb ik zelf de keuze gemaakt om die sport te beoefenen. En het is echt een sport die mijn leven veranderd heeft. Ik ben er veel opener, veel comfortabeler met mezelf door geworden. Dus, ja. Hoe lang doet u dat, dat paaldansen? Nu denk ik iets van een 3-4 jaar. Dus we blijven gaan. Ik kijk er naar uit om dat eens te zien. Ja. Een tweede vraag voor jou is, welke dag zou je graag eens overdoen? Misschien heel raar om te zeggen, maar de trouw van mijn oudere broer vond ik een heel aangename dag om gewoon heel de familie samen te zien. Om mijn broer zo gelukkig te zien en om gewoon iedereen heel gelukkig te zien. Dus daarom zou ik die dag graag willen overdoen eens een keer. En wilt u zelf ook trouwen? Dat is voor mij toch ook wel, ik wil ook heel graag trouwen, want zeker toen ik dat heb meegemaakt, wist ik wel van oké, dit is gelukkig ook wel. En heeft u momenteel een relatie? Nee, ik ben nu al een jaar of meer single. Dus. En wanneer was u voor het laatst verliefd? Anderhalf jaar geleden, toen met mijn toenmalig ex. Dat is een heel leuke periode die dan niet zo leuk is geëindigd, maar we gaan verder en water onder de brug. Ik ga je nog twee heel korte vraagjes stellen waar je moet kiezen tussen twee alternatieven. En mijn eerste vraag is, zee of de Ardennen? Zee, want toch liever aan het strand om te zonnen. En wat is je favoriet? Smaak van chips, paprika of zout? Zout. Paprika is niet zo mijn ding. Oké, dankjewel voor het gesprek. Ja, dankjewel.